Hey beauties, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Katja, ik hou van oogschaduw en van alle andere kleurige en geurige dingen. Deze week weer een make-up date. Ja, het is alweer heel erg lang geleden, dus het wordt weer tijd. Ik ga proberen en jullie weten, ik vind dat heel moeilijk om het sneller te doen dan gemiddeld voor mij. Dus laten we zeggen, ik mik op maximaal een half uur, maar daar ben ik heel slecht in. Dus we gaan het weer meemaken. Volgens mij is het alweer een maandje of twee of zo geleden, misschien 6 tot 8 weken, dat ik de vorige make-up date had. Dus ik heb heel veel te bespreken. Uiteraard, zoals altijd, een selectie, want ik kan niet alles noemen, jongens. Dat is veel te veel. Ik focus me met name op oogschaduw en lipstick, zoals gewoonlijk. Volgens mij heb ik dit keer 1 ander type product, maar daar kom ik dan nog op. En verder, ja, van alles en nog wat en ook een beetje geurkaarsen. Vind je dat nu alweer een gezellige video? Klik het duimpje omhoog, jongens. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal, dan mis je nooit meer een gezellig video van mij. Nou, daar gaat hij. Ik begin gelijk maar even met de indie merken. Adept Cosmetics, die heeft een heel bont herfstpalet uitgebracht. Echt herfstkleuren vind ik het. Het Unity palet, zo noemen ze het. Ja, mooie kleurtjes, maar heel warm. Echt warme herfst. Voor mij iets te warm, denk ik. Vind het wel heel mooi. Ja, aan de swatches zie je ook dat er weer voornamelijk shimmers en ook multichromen en zo in zitten. En maar 5 matten. Dus daar moet je dan natuurlijk van houden. Maar het is een mooie kleurcombinatie en wat ik er zo van begrijp is het goede kwaliteit. Maar ik heb zelf nog niks van Adept Cosmetics geprobeerd. Ik wacht nog steeds op het palet voor mij dan om ook een keertje uit te proberen. Maar dan moet die wel echt helemaal mijn smaak zijn, want ze zijn natuurlijk heel prijzig, jongens. Volgens mij ook tussen de 70 en 100 euro zo om en nabij, zeg ik even uit het hoofd. Blend Bunny Cosmetics, die is een samenwerking aangegaan met Donnie Darkowitz. Het zegt mij niks. Ik weet echt niet wie dat is. No idea. Dus ik moet het gewoon doen met het kleurverhaal. En het is een beetje een regenboogpalet, maar niet de hele regenboog. Ik vind het niet een heel pakkend kleurverhaal. Misschien ook wel in hoe de kleuren verdeeld zijn in het palet. Want op zich zijn ze wel heel bruikbaar. Groen en blauw en paars, dat zijn op zich al hele bruikbare kleuren. En dan ook nog een beetje roze erbij in. Ik denk dat het ook misschien door die oranje rij komt daar een beetje aan de rechterkant. Hè? Dat rood wat dan in oranje uitloopt. Dat is misschien wat moeilijker te combineren met de rest van het palet dan of zo. En ik vind ook, het lijkt zo voor het oog van de foto dat er misschien een aantal kleuren bijna dubbel lijken. Dan, ja, dus daarom vind ik het ook niet zo pakkend. Kijken we dan naar de swatches, dan zien we dat ook. Kijk maar eens naar die groene swatches. Ik vind daar toch wel die 2 matten best wel op elkaar lijken. Het is niet bij alle kleurrijtjes zo, maar ja, ik ga deze niet kopen, jongens. Maar goed, dan weet je dat die uit is. Ik heb nu 1 Blend Bunny palet en ik ben wel heel tevreden over de kwaliteit. Dat moet ik wel erbij zeggen. Dus ik zou het qua kwaliteit zou ik het zo aandurven. Verder hebben we een sneak peek van Cosmic Brushes. Die teasen hun Undergrowth palet. En we zien al aan de buitenkant dat het heel herfstig eruit ziet en ook heel donker. We zien een beetje bosachtige kleuren met blaadjes en ook bruine herfstblaadjes, mos. Dus ja, als dit de kleurtonen zijn van het palet, dan is het ongetwijfeld ook weer heel erg mooi en een mooi herfstig palet. Maar misschien ook wel te warm, ik weet het niet. Dus we moeten het even afwachten. Speaking of hele donkere herfstkleuren, gaan we toch even een uitstapje maken. Ook naar Holy Taco, naar nagellak. En die komen met maar liefst 8 nagellakjes uit. Dat is voor hun doen wel veel. Meestal zijn hun collecties 5 nagellakjes. Af en toe een uitstapje naar 6 of 7. Maar deze keer dus 8. Dus dat is wel heel bijzonder. Je kunt een hele bundel kun je krijgen op dit moment in ieder geval voor $97. Dat is dan prijstechnisch gunstiger dan als je ze loskoopt natuurlijk. En je kunt ze ook in 2 bundeltjes kopen. Want het zijn zeg maar 4 gewone gel nagellakken. En 4, laten we zeggen, ja, ik wou zeggen special shades. Maar zo heet dat natuurlijk bij nagellakken niet. Maar speciale formuleringen, zeg maar. En je kunt ook 2 bundeltjes van 4 kopen. Dus dan heb je ook weer ietsjes voordeel ten opzichte van losse. Maar de totale bundel is dan natuurlijk het gunstigste. Mooie kleurtjes wel. Wel veelal heel donker. Hoewel er ook een hele lichte tussen zit. Zoals die Ivory Tower heet het, geloof ik. Die grijze vind ik ook heel mooi. Ik vind vooral de gel nagellakken ook weer heel mooi erbij gekozen. Het zijn allemaal nieuwe kleuren voor Holy Taco. Ja, en de speciale formuleringen. Ja, het is een beetje ook richting het feestseizoen, denk ik. Hè, met wat een beetje glitter en glim en zo erop. Met wat kleurschakeringen, bepaalde multichroomachtige glans zo erop. Ja, het ziet er mooi uit. En ja, je kunt het ook mooi combineren, zoals je ziet. Hè, dat je zo, dat vind ik sowieso een leuk idee. Om een gewone gel nagellak eens te combineren met een glans nagellak. En dan zo over de helft van je vinger te doen. Dat vind ik wel leuk bedacht, moet ik zeggen. De totale collectie heet de Dark Academia collectie. Dus een beetje een verwijzing ook nadat het schoolseizoen weer begint. Dus nou, vind je het een mooie collectie? Ga ze even op de website kijken van hun, zou ik zeggen. Ik koop al jaren bij Holy Taco. Het is niet in winkels te krijgen en ook niet bij Monolith of zo. Dus je zult echt wel rechtstreeks bij Holy Taco dan moeten kopen.
En misschien kun je zelf je geïnspireerd voelen en misschien niet precies de Holotaco nagellakjes kopen, maar wel vergelijkbare kleuren van andere merken die wel in de winkel staan. Dus zo gebruik ik het ook wel eens hoor. Even als inspiratie van, och, wat een mooie combinatie. Ik zal eens even in de winkel kijken wat ik daarvan kan maken. Wie ook met een herfstcollectie uitkomt, of in ieder geval ik noem dat een herfstcollectie, is Natasha Denona met I Need a Warm. Ze had natuurlijk al I Need a Nude. En bij de lipstick had ze ook al I Need a Red, geloof ik. Nou ja, dat I Need a is een beetje een thema bij haar. Dus nu I Need a Warm. En dat is dit palet. Ja, heel neutraal, warm bruin. Ja, als je ervan houdt, zal het een schitterend mooi paletje zijn. Haar kwaliteit is altijd heel prettig. Haar matten zijn fijn, haar shimmers zijn fijn. Daarbinnen heeft ze allerlei verschillende type formuleringen nog. Ja, niks dan goeds over te zeggen. Het is de kleurverhalen die ik bij haar wel eens dan denk van ja, ze zijn wel heel neutraal aan het worden de laatste tijd. Ik denk dus, ja, dat hebben we al vaker gezien bij merken. Het verkoopt nou eenmaal het beste. De meeste mensen willen neutrale make-up op. Dus ik begrijp heel goed dat je je door de markt natuurlijk grotendeels laat leiden. En dit zijn nou eenmaal goed verkopende kleuren. Voor mij, ik vind het een beetje een saai palet qua kleurverhaal. Er zit wel, ik geloof, 1 of 2. Maar in ieder geval 1 duochrome in. Maar ja joh, dat betreft kun je natuurlijk met je indie merken beter toe als je naar de multichrome oogschaduw toe wilt. Dus dan zou je al fan moeten zijn van haar formulering en van neutrale oogschaduw moeten houden. Dan heb je hier wel weer een mooi palet aan, denk ik. Maar ik zeg al, voor mezelf vind ik het wat aan de saaie kant het kleurverhaal en ik heb ook al genoeg bruin. Nomad Cosmetics, die blijft nog wel even in de zomerkleurtjes, dus dat vind ik wel heel gezellig. En zij komen met hun Fuji 5 Lakes collectie uit, of in ieder geval hun oogschaduwpalet. Geïnspireerd door Mount Fuji, Nomad Cosmetics is een merk dat zich vooral door vakantiebestemmingen of mooie bestemmingen laat inspireren. Dus nu ook weer de berg Fuji in Japan. En je ziet ook al aan de kleuren dat ze daar ook rood bij hebben betrokken. In de zin van, nou ja, bladeren die rood kleuren aan de bomen daar. En dat geel natuurlijk van de zon. Dus het is eigenlijk bijna een primaire kleurpalet, zeg maar. Rood, geel en blauw. Maar de kleuren aan zich zijn dan wel ja, gedempt of een bepaalde toon erop. Ik vind het wel weer heel mooi gedaan. Ook als we naar de swatches kijken, vind ik ook die blauwe heel mooi. Ik hou van blauw waar dan een beetje zo'n grijzige toon overheen zit. Vind ik heel mooi. Die rode zijn ook mooi. Niet te knalrood, maar gewoon ook ja, gedempt of heel donker. Of hè, met een mooi glimmertje erop. En neutrale ook erbij, ook altijd handig. En die gele vind ik zelf het lastigste. Vooral die matte, omdat die wel heel warm zijn. Ja, logisch bij geel natuurlijk, maar ze gaan al bijna naar oker toe. Dat zou voor mij iets lastiger te dragen zijn, denk ik. Ik vind bij Nomad Cosmetics vooral de kleurverhalen eigenlijk bijna altijd heel erg leuk. Ze zijn alleen niet te krijgen buiten hun eigen website. Dus je kunt ze ook niet bij Monolith krijgen. Ik weet van Monolith dat ze het wel hebben geprobeerd. Want ik heb het wel eens gevraagd van, goh, komt Nomad ook nog naar jullie toe? Maar ze zeiden, ja, we hebben het al geprobeerd. Maar vooralsnog wil het bedrijf het zelf niet. Dus ja, voorlopig moeten wij het met de eigen website van Nomad doen. Dus dan moet je ze importeren. En ik zou je dan aanbevelen, als het je interesse heeft, want ik doe dat zelf ook, hou ik met een beetje een schuin oog in de gaten. Wacht even op Black Friday, want volgens mij komen er dan ook allerlei aanbiedingen bij hun. En dan zou je natuurlijk een paar paletjes tegelijk kunnen kopen, zodat je, als je toch kosten moet maken voor verzending, dat je dan gelijk maar even een paar paletjes doet. Ik denk dat ik dat zo zou doen. Maar ja, ik vind vooral de kleurverhalen leuk. Dus wat je ook kunt doen, is wat ik ook wel eens doe, dat je je gewoon laat inspireren door het kleurverhaal. Dus dat je of een paletje pakt, wat jij ook in je bezit al hebt, en dat je dan lookjes maakt met deze kleuren. Of dat je je singeltjes pakt en een paletje nabouwt. Dat kan ook altijd nog, hè. Dus ja, ik blijf ze toch noemen, want ik vind het leuke kleurverhalen. Sigma is een collab weer aangegaan met Disney. Het wordt, als ik goed heb geteld, hun derde Disney palet. Zeg ik dat goed? Hun derde of hun vierde Disney palet. Dit keer met de Little Mermaid. En als je nog herinnert, volgens mij is dit al de zoveelste collab van allerlei merken dus met de Little Mermaid. We hadden Kiko, die had een Little Mermaid collectie. Volgens mij had Colourpop er ook een. Of, nou, ik wil er vanaf zijn welke merken het allemaal waren. Maar ik weet dat Sigma hier zeker niet de eerste is die met Disney Little Mermaid een collab aangaat. Dus ik denk dat Disney dan zelf ook al die merken bij langs leugt van, nou, we hebben weer een film te promoten. Een tijdje terug was er natuurlijk de Little Mermaid film en zullen we samen iets doen? Dat denk ik dan, want er zijn zoveel cosmetica merken die iets met Little Mermaid hebben gedaan. Ook officieel met het Disney logo en zo. Dus daar zie je aan dat het een collab is. Dit is dus de Sigma variant daarvan. Dit is denk ik wel een heel draagbaar palet. Ik vind het alleen niet heel erg uitstralen dat het Little Mermaid is. Dus het pakt mij niet in het concept. Dat is dan wat ik denk, Wat er een klein beetje wel op lijkt, maar die ik dan toch mooier vind,
is het Gargoyle palet van Unearthly Cosmetics. Dat lijkt er een beetje op. Ook koele, gedekte kleuren, maar net iets dieper en uitgesprokener, zeg maar, in de individuele tinten. Dus als ik dan toch al in zo'n type kleurverhaal zou willen gaan, dan zou ik eerder die Gargoyle kiezen voor mezelf dan de Sigma maal Little Mermaid. Heel erg mooi palet. Ook als ik naar de swatches kijk, ja, die spreken mij gewoon heel erg aan. Dit is ook echt wel mijn kleurverhaal. Dus ik vind het natuurlijk weer heel verleidelijk, dit palet ook. Tegelijkertijd moet ik gewoon kritisch blijven en kritisch zijn, want ik heb natuurlijk deze kleuren al. Misschien niet in één palet allemaal, maar dit is nou wel een palet wat ik echt, in ieder geval de lookjes die ik hiermee zou kunnen maken, zou ik echt wel met al mijn andere paletten ook kunnen maken of combinaties daarvan. Dus deze mag ik echt niet kopen van mezelf, maar ik vind hem wel heel verleidelijk omdat ik hem echt mooi samen vind gesteld en ook de layout in het palet zelf is mooi gedaan. Ja, complimenten zal ik maar zeggen. Ik vind dit echt mooi ontworpen, mooi bedacht, mooi bij elkaar gezocht en mooi in elkaar gezet. En Unearthly Cosmetics kunnen we wel krijgen hier in Europa bij Monolith. Dus mocht je interesse hebben, hou Monolith in de gaten. Even een uitstapje naar een heel ander product wat ik eigenlijk nooit bespreek op mijn kanaal. Maar nu wel. Jullie weten van Singe Beauty, daar heb ik al wel van verteld. Dat is een nieuw cosmetica merk van Angelica Nyquist. En zij is begonnen toen met die penselen, zeg maar deze. Dus daar kennen we haar van, daar is ze mee begonnen. En we wisten al natuurlijk van haarzelf ook dat dit was gewoon het begin. Je moet natuurlijk ergens mee starten en je moet een startkapitaaltje moet je bij elkaar schrapen met de verkoop van je eerste product, zodat je meer en andere en duurdere producten kunt maken. Nou, zover is zij nu. Dus de start van haar bedrijf was goed genoeg om nu met pigmentpoeders te komen. Zoals we dan zeg maar alle kleurproducten noemen die we op ons gezicht smeren, zal ik maar zeggen. En zij heeft nu 4 blushes uitgebracht. Dus voor de wangen. En je ziet, dit zijn 4 heel verschillende kleuren. Dat is denk ik wel slim. Voor elk wat wils, daar heeft ze ook op gemikt. Een beetje roze, een beetje bruin, een beetje roodachtig en zelfs een beetje geel-oranjeachtig. Dus nou, dat is voor mensen met een koele en een warme ondertoon. Mensen met een lichte of een donkere huid is dat natuurlijk, er is altijd wel iets tussen wat je kan gebruiken. Zij draagt ze alle 4. Ze heeft ze ook alle 4 gedemo'd op haar eigen gezicht. Zij is natuurlijk gemiddeld medium of zo qua huidkleur. Licht medium, denk ik. En ze heeft toch ook die hele donkere gewoon laten zien. En dat is, ja, als je maar een heel klein beetje gebruikt en het dan goed uitblendt, dan kun je dat met een lichte huid natuurlijk ook dragen. En als je een donkere huid hebt, is het sowieso natuurlijk fijn dat er een paar donkere en ook wat fellere kleuren tussen zitten. Dus ik denk dat het slim is dat ze het zo gedaan heeft. En ze heeft haar best gedaan op de formulering, maar ik kan je er niks over vertellen, want ik draag geen blush en ik ga dat ook niet doen. Dus ik ga het ook niet kopen. Maar ik dacht, omdat ik toch het merk een beetje volg, vind ik het wel leuk om ook deze release wel te bespreken. Want er gaat natuurlijk een punt komen, dan komt ze met de oogschaduw. Ja, dan vind ik het wel leuk om de hele voorgeschiedenis ook met jullie zo live als het ware, hè, terwijl het bedrijf zich ontwikkelt, dat ik die ontwikkelingen ook volg op mijn kanaal. Dus dat vind ik dan wel leuk, want zo vaak krijg je de kans niet dat er nieuwe merken zijn die je helemaal vanaf dag 1 kunt, maar ook vooral wilt volgen. Want ik wil echt niet alle merken volgen. Ik moet wel iets hebben. Dus dat was Singe Beauty met de 4 eerste gekleurde producten voor op het gezicht. In dit geval dus blushes. Jeffree Star komt met zijn Orgy 2 palet uit. Dat had ik niet zien aankomen. Hij heeft ooit eens, een paar jaar geleden, heeft hij dit palet uitgebracht. Dat was de Orgy, zeg maar. Ja, weet je, let even niet op die namen. Jeffrey kan niet anders dan een beetje platte namen bedenken. Dat moeten we even maar negeren met z'n allen. Het gaat even om het palet. Dit waren allemaal matte oogschaduwen. Natuurlijk een briljant palet dit. Want dit kan echt iedereen gebruiken. Donkere huidkleur, lichte huidkleur, warm, koel. Het maakt allemaal niet uit. Heel neutraal. Je kan er volkomen neutrale lookjes mee maken. Helemaal in mat. Of je kan het gebruiken als basis om daar dan een mooie shimmer overheen te doen. Slim. Het was een bestseller voor hem. Hij heeft er later nog een 9-pans paletje bij uitgebracht. De Mini Orgy. Met allemaal shimmers die hier dan bij pasten. Zeg maar ook hele neutrale shimmers. Dus nou ja, so far so good. En hij had toen ook nog wat lipsticks en zo. Nou, het was een hele collectie toen. Nou, dus dat hebben we dan gehad, zou je zeggen. Maar nu, dus dat is een paar jaar later, komt hij toch nog uit met Orgy 2. Ja, ik interpreteer dat dan toch van, ik wil met iets uitkomen. En wat was een van mijn best lopende? En kan ik daar dan niet nog op voortborduren? Zo interpreteer ik dat, want het lijkt er ontzettend op. Als we naar Orgy 2 kijken, het is in mijn beleving iets warmer van ondertoon dan die eerste.
Die eerste was toch vooral cool neutraal, denk ik. En een groot verschil is dat in deze wel shimmers erbij in zitten. Dus je hoeft dan niet nog meer met zo'n klein los paletje te werken. Dat is denk ik wel fijn voor de klant. Maar ja, ik vind het wel echt te veel lijken op die andere. Dus stel dat je die andere al hebt, dan zou ik deze echt niet kopen. Want ik denk, ja, dat heb ik al. En zeker als je die Mini Orgy toen ook erbij had. Ja, of het moet net op zijn of zo. Maar ja, wie maakt nog zijn oogschaduw op? En dan vind ik het dus voor mezelf ook nog te warm. En bovendien heb ik al genoeg Jeffree Star oogschaduwpaletten waar ook wel neutrale kleuren bij in zaten. Dus ja, ook daarmee kom ik dan al wel genoeg aan mijn trekken, zullen we maar zeggen. Dus ik ga dit absoluut niet kopen. Maar mocht je nou de Orgy 1 gemist hebben en daar altijd spijt van hebben gehad, dan is dit misschien een mooie gelegenheid. Ik ben wel altijd tevreden over de kwaliteit van zijn oogschaduw. De matten zijn goed, de shimmers zijn goed. Niks bijzonders in die zin van wauw, die shimmers zijn gewone shimmers, maar gewoon goed. Je moet ook gewoon goede shimmers hebben, gewoon die goed pakken, die mooi blijven zitten. Ze zijn meestal niet super hoog glans. Als je echt daar bijzondere formuleringen in wilt, kun je beter naar I Need a Warm van Natasha Denona bijvoorbeeld. Hè? Dat lijkt er natuurlijk wel op qua stijl, heel erg zelfs. En die heeft ook matten en shimmers. Nou, die heeft een bijzonderdere shimmerformulering zonder ook te knallen zoals de indie merken dat doen. En Jeffree is meer, vind ik persoonlijk, gewoon gek genoeg beschaafd in de formulering van zijn oogschaduw. Dus hoe ordinair de namen ook zijn en het wordt ook steeds platter, alle foto's op de palet. Ik laat maar niet zien wat de voorkant van het palet is, dat kan echt niet jongens. Maar de oogschaduw, gek genoeg zelf, is eigenlijk gewoon heel draagbaar. Heel goed, heel rustig. Ja, dat is dan wel weer een grappige tegenstelling, vind ik op zich. Ja, ik noem hem wel altijd, want ik vind het wel een goed merk. Dan even een blokje lipsticks, jongens. Er zijn wat lipsticks releases die ik met jullie wil doornemen. We beginnen even bij MAC Cosmetics. Ik ben echt best wel een fan van de MAC lipstick formulering. Ik vind het een goede kwaliteit. Ze zijn eigenlijk altijd wel goed gepigmenteerd. Kijk trouwens ook even naar mijn luxe lipstick video. Ik heb daar, hoeveel heb ik het toen gesourced? Ik geloof wel 50 of zo. Niet allemaal van MAC hoor. Maar al mijn luxe lipstick merken, zeg maar. Die heb ik toen allemaal gesourced in die video. Waaronder een stuk of nou, volgens mij zeker wel 10 of 12 MAC lipsticks. Dus dan ook met verschillende formuleringen. Dus kijk die video gerust als je denkt, goh, ben benieuwd of zo, hè, naar de MAC formulering. Maar goed, dit zijn dan natuurlijk nieuwe lipsticks van MAC. En deze zijn limited edition. En ik vind MAC, die pakt mij altijd wel met hun hulsjes. Ik ben gek op die speciale motiefjes en kleurtjes en zo die zij op hun hulsjes altijd doen. Hun gewone hulsjes zijn altijd gewoon zwart met in zilver of in wit de merknaam. En dit is, ja, dat is natuurlijk fantastisch mooi weer. Het is dus een heel klein limited edition collectietje. Dat flesje met die druppelaar die je daar boven in het midden ziet, dat is een vloeibare highlighter. Dus die druppel je dan zo en dan kan je hem zo uitblenden, zeg maar. Dus die hoort er ook nog bij. En dan dus 4 kleurtjes met lipstickjes. Dus ik ga toch even kijken als ik er toevallig tegenaan loop. Ik ga dan niet speciaal achteraan of zo. Maar mocht ik er toch tegenaan lopen, dan vind ik het wel leuk om toch zeker een 1 of zo van die lipstickjes gewoon in huis te hebben. Gewoon, vind ik leuk. Beetje de verzamelaar in mij vindt dat leuk. Dat ik een paar van die verschillende hulsjes ook in huis heb, vind ik leuk. Yves Saint Laurent, die heeft een nieuwe vloeibare lipstick collectie aangekondigd. Ziet er ook heel erg mooi uit. The Inks Vinyl Cream heet het. En dat moet dan een hoge glans vloeibare lipstick zijn. Ja, ik vind het er heel mooi uitzien. Het komt ook wel gewoon door de chique uitstraling van ook de hele verpakking en zo. En je weet gewoon dat de kwaliteit goed zal zijn. Het ziet er gewoon weer heel stijlvol uit allemaal. Het zal wel weer heel duur zijn. Ik weet nog niet, het is volgens mij nog niet uit op dit moment. Maar ik schat in dat het minstens €40 zal zijn voor een lipstickje. Nou, misschien even wachten tot er een aanbieding is bij de Douglas of de Issy Paris of zo. Die hebben natuurlijk nog wel regelmatig 20 tot 25% korting op hun producten. Maar dan zit je zo rond de €30, €32. Nou, misschien dat ik er dan een keertje eentje zo uitkies om ook even de formulering uit te proberen. Ik ben gewoon heel benieuwd, want ik heb al wel diverse lipsticks van Yves Saint Laurent. Waar ik heel tevreden over ben. Ben ik echt fan van. Echt fijne lipstick. Ik heb nog geen vloeibare lipstick van hun. Dus daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Dus ik hou jullie op de hoogte. Hou mijn shoplogs maar in de gaten. Want er komt een punt, dan zit er vast eentje in van deze serie. En dan de derde lipstick uitgave die ik met jullie wil bespreken. Althans, nu even in dit blokje. Want er komen er dadelijk nog een paar hoor. Maar in dit lipstick blokje wil ik even Dolly Beauty met jullie doornemen. Dolly Parton, wie kent haar niet, is haar eigen cosmetica merk begonnen. Ja,
Steeds meer celebrities beginnen toch hun eigen cosmetica-merk. Ja, daar zit geld, jongens, daar zit geld. Ik vind het een hele schattige collectie. Ze is met lipstick begonnen, dat doen wel meer nieuwe merken. En zij dus ook. En zij heeft volgens mij, als ik het goed heb onthouden, 4 kleurtjes heeft ze uitgebracht. En ik vind die hulsjes echt fantastisch, zal ik je zeggen. Helemaal geblinkt. Ja, dat is echt wat voor mij. Dat is echt wat voor mij. Deze lipstickjes, gewoon door de hulsjes, die spreken meteen tot mijn hart. Mijn extra hartje. En bovendien zie ik hier al minstens 1 donkere lipstick tussen zitten. En dat vind ik ook altijd wel fijn, dat er ook even wat stevig wat kleur op zit. En het is een rijk gepigmenteerde satijnen formulering, zegt het merk. Ja, moeten we natuurlijk even uitproberen, jongens, of dat zo is. Maar dat, ja, het klinkt mij goed in de oren. Ik vind eigenlijk alle 4 de kleurtjes wel leuk. De rode zou ik zelf het minst snel kopen, want ik vind rood, ja, dat hebben we natuurlijk al 1000 van, jongens. Dus dat vind ik het minst bijzonder. En de andere 3, die zou ik zo kopen, ja. Maar goed, ik moet even kijken waar wij ze kunnen krijgen in Nederland en wat ze dan kosten. In Amerika kosten ze $20, zie ik hier nu. En de kleurtjes zijn genoemd naar de liedjes van Dolly Parton. Dat heeft ze natuurlijk zelf zo bedacht. We hebben dus Jolene Red. Nou, het liedje Jolene kennen we allemaal wel. Honey Plum. Dat is dan die donkere aubergine-achtige, zeg maar. Pruim, hè, plum. Rosebud. Dat zal dan die roze zijn. En dan nog Birthday Suit. Natuurlijk de nude. Nou, leuk. $20 vind ik te doen. Want als ze dan ooit naar Nederland komen, zal het wel rond de €20 zijn. Dus dat vind ik heel goed te doen. Nou, ik hou mijn ogen open, jongens. En waar ik trouwens ook achter kwam, eventjes helemaal een uitstapje weg van de make-up, is dat Dolly Parton ook haar eigen geurlijn heeft. Ze doet parfum, jongens. En niet eens alleen dit jaar. Zo te zien is de eerste parfum in 2021 al uitgekomen. Wat geinig, zeg. Ze heeft, voor zover ik dat nu hier heel snel kan nagaan, al 5 geurtjes uitgebracht. Nou, wat grappig. Echt grappig. Maar goed, dit is geen parfumvideo. Maar ik dacht, ik noem het toch even, nu we over Dolly Parton hebben. Laten we dan nu even een kerstblokje doen, want steeds meer merken komen al met hun kerstcollecties uit. Niet elk merk doet een herfstcollectie, dus sommigen die springen gelijk over de herfst heen en komen gelijk met hun kerstcollecties uit. Dus ja, laten we daar ook maar even een heel blok van doen. Ik begin even met de goedkoopste, want daarna komen er allemaal luxe merken, want het zijn vooral die luxe merken die maar 1 of 2 keer per jaar iets uitbrengen. Maar de eerste die dus nog wel betaalbaar is, is van NYX, het merk. Die is in ieder geval bij de Douglas gewoon in de winkel te krijgen. En die komen met een kerstcollectietje uit met van alles en nog wat erin. Zo te zien, het lijkt wel een adventkalender of zo, die doos die daar staat. Ook geinig trouwens, maar waar ik natuurlijk even op wil focussen, is het oogschaduwpaletje. We zien daar al op dit plaatje, daar een beetje links onderin, zien we al een gebruikelijk 16 pans paletje van NYX. Ze hebben altijd een paar standaardmaten. Dit is één van hun standaardmaten. Dus laten we maar eventjes van ietsjes dichterbij kijken. En daarvoor zal ik zelfs bij uitzondering een klein beetje aan de kant gaan. Ja, het is een kerstpalet. Je zou het ook echt wel nog een herfstpalet kunnen noemen. Het zijn ook wel gewoon herfstige kleurtjes. Daar zit natuurlijk een beetje rood en groen in. Maar niet super knalrood en ook niet super knalgroen. Hè? Het is meer een beetje, ja, de koelere kanten ervan. En als je dan naar dat paars en dat bruin en zo kijkt, en ook het mosgroen, kom je toch wel weer snel in de buurt van de herfst wat mij betreft. Ook met dat goud en zo. Slim gedaan wel. Ik vind daardoor dus het kleurverhaal heel geschikt voor zowel herfst als winter. Dus als ze er nu ook echt daadwerkelijk mee uitkomen, ik weet niet precies de release datum, het zal wel in deze maand of anders volgende maand zijn, ja, dan pak je eigenlijk 2 seizoenen mee. Dat is natuurlijk wel slim. De NYX kwaliteit is over het algemeen gewoon prima, hoor. Prima kwaliteit. Volgens mij kosten dit soort paletjes zo rond de, wat zal het zijn, 15 tot 20 euro of zo, zoiets dacht ik, voor 16 pannetjes. Dus ik vind het helemaal geen gek kleurverhaal. Voor mijzelf iets te veel warme kleuren ook nog erbij, zoals dat goud en dat mosgroenige en zo. Denk ik, ja, dat maakt het dan voor mij minder interessant, zal ik maar zeggen. Maar op zich een leuk kleurverhaaltje, leuk gedaan. Nou, dan nu even een paar wat luxere merken die ook met kerstcollecties komen. Ik heb trouwens volgens mij in de vorige make-up date ook al wat kerstcollecties zitten, hoor. Dus het is niet zo dat ik die gemist heb, maar die zitten dus al in de vorige. Nou, Bobbi Brown, die komt ook uit natuurlijk met een kerstcollectie. Die komen volgens mij zelfs met 2 verschillende collectietjes uit. Een beetje gek. Dit is de ene, dus dan zien we een oogschaduwpaletje, oogschaduwstikjes, zeg maar. En dan nog lipstickjes. Ja, op zijn Bobbi Browns, hè. Heel neutraal natuurlijk. Het zal allemaal wel weer prachtige kwaliteit zijn. En vooral de verpakking ziet er natuurlijk heel erg mooi uit. Het paletje heet Dream Gleam.
En die helemaal in de linkerbovenhoek, dat crème kleurtje, is een crème oogschaduw. Dus ik denk dat dat bedoeld is als een soort basis waar je dan de andere poeders en zo overheen kan doen. Bij mij gaat dat altijd onmiddellijk in de vouwen van mijn ogen zitten. Als het geen echte primer is, en de oogschaduw primer gaat natuurlijk goed bij mij. Maar als het geen primer is, maar gewoon een crème oogschaduw, dat gaat hem niet worden bij mij. Dus dit is echt wat mij betreft alleen geschikt voor mensen met wat strakkere oogleden. Niet te veel rimpels, niet te slap. Ik heb best wel een slappe huid hier. Gaat hem niet worden voor mij dit. In ieder geval niet dat kleurtje. De rest zijn wel gewoon poeders. En ze komen dan ook nog met deze uit. Dat is de Limited Edition Smoky Gleam paletje. Ook voor kerst 2024. Vind ik een beetje gek, want die wordt dus niet genoemd bij dat andere collectietje. Dus ja, of die er nou echt wel of niet bij hoort. Ik denk het eigenlijk niet, want deze heeft ook een andere verpakking. Rood, hè? Heel neutraal ook weer. Ik zeg wel echt Bobbi Brown. Wel mooi hoor, zo te zien. 4 matten en 1 shimmer. Ja, dat klopt inderdaad. 4 matten en 1 metallic. Ja, heel bruikbaar denk ik als je van dit soort lookjes houdt. Voor mij natuurlijk veel te neutraal om dan in zo'n klein palet te zitten. Dan wil ik liever een heel groot neutraal palet. Dan kan ik tenminste nog een beetje kiezen, jongens. Voor mij zijn het ook iets te veel medium. Tenminste, als ik het zo van de foto inschat, te veel medium kleuren en niet dark, zeg maar. Ik moet minstens 1 hele donkere erbij hebben. En die zit hier zo te zien niet bij. Dus tot zover even Bobbi Brown. Dior, die zal wel met verschillende dingen uitkomen. Maar dit is dan in ieder geval, dat zijn dan 2 van de dingen waar ze mee komen. De rest moet ik nog zien. Maar dit zijn dan zo te zien ook 2 paletten. 1 echt oogschaduwpalet met 5 kleurtjes. Maar dan niet in hun typische Dior queentje, zeg maar. Maar dit keer zo langwerpige pannetjes naast elkaar. Mooie embossing erop. Heel chic doosje eromheen. Prachtig natuurlijk. En die andere, dat is dan zo'n combinatiepalet met zowel oogschaduw als ook andere gezichtsproducten. Zoals zo te zien, dus blush. En ik denk ook wel bronzer en highlighter daar links. En zelfs ook nog lipstick daaronder, hè. Dan heb je zo alles in één. Ik hou daar niet zo van. Met name omdat ik natuurlijk zelf geen gezichtsproducten verder gebruik. Maar ook al zou ik die wel gebruiken, ja, dan moet je maar net de huidkleur hebben en de huidondertoon hebben die dan bij die 4 gezichtsdingen past. Dus de kans dat het dan net niet bij jou past is heel groot. En dat vind ik altijd nadeel bij dit soort combinatiepaletten. De lipstick gaat natuurlijk wel, maar ik zou ook wel heel bang zijn dat aldoende tijdens het gebruik, als die poeders een beetje losser worden, dat die dan in de lipstick gaan. En dan heb je de lipstick ook gebruikt. En dan volgens mij wordt dat 1 grote modderboel. In ieder geval zoals ik mezelf opmaak. Maar hij spreekt dat niet zo aan. Jammer, want ik vind dat oogschaduwdeel ervan, dat middelste zeg maar, vind ik er wel heel mooi uitzien. Daar zien we wel grote contrasten. Heel donker, heel licht. Ik hou ervan. En ik denk wel dat er zowel matten als satijnen en zo in zullen zitten. Ik heb 1 quintje van Dior. Ben ik ook heel tevreden over. Hele goede kwaliteit. Ja, als ze dit los zouden uitbrengen, zou ik daar nog wel interesse in hebben. Maar niet in dit grote palet. Van Lancôme heb ik al iets meer informatie. Die komen met in ieder geval dit collectietje uit. 4 lipstickjes, een nagellakje en een 6-pans oogschaduwpaletje. Ja, het zijn ook weer heel neutrale kleuren in die oogschaduw. Ik vind die blauwe daar een beetje een vreemde eet in de bijt. Omdat die zo donker is en toch een shimmer is. Ik denk, ja, wat moet je daar nou mee? In combinatie met ook weer allemaal middentonen. Hè? Dus allemaal medium kleuren behalve die witte dan. Ja. Dus ik vind het wel mooi, maar het is voor mij niet heel bruikbaar dit palet. Het is niet echt dat je zegt, goh nou, daar ga ik nou eens even helemaal geïnspireerd een lookje mee maken. En de lipstickjes, ja, die zien er natuurlijk wel weer heel chic en mooi uit en zo. De hulsjes zijn mooi en er zit wat embossing op de bullet zelf, zeg maar. Maar ik vind de kleuren veel te dicht bij elkaar liggen. Kijk maar eens naar de swatches. Ik zie geen verschil. Dit is echt, nee, ik weet niet wie dit bedacht heeft. Of de foto is heel slecht, dat het misschien in werkelijkheid wel meer uitmaakt. Maar als dit het is, denk ik, nou, wat een slecht idee is dit. Ja, daar kan ik ook niks mee. Eentje had dan genoeg geweest, wat mij betreft. Dus, nou ja, goed, dan kun je er eentje kopen. Misschien is er nog verschil in de formuleringen, dat zou natuurlijk kunnen. Dat ze expres 4 dezelfde kleuren hebben uitgezocht, maar dan 4 formuleringen. Dat zou natuurlijk nog kunnen, maar dat verzin ik dan nu ter plekke. Moeten we even afwachten als er meer informatie over vrijkomt. En voordat we dan naar het laatste oogschaduwpalet overstappen, ga ik nog even een heel klein uitstapje maken naar Yankee Candle, de geurkaarsen. Die zitten toch ook regelmatig in de make-up dates. En de nieuwste herfstcollectie heet Cottage Getaway. Dat zijn 3 geurtjes van Yankee Candle. En dat zijn Afternoon Scrapbooking, Pumpkin Cinnamon Swirl en Woodland Weekend Memories.
Nou, die Pumpkin Cinnamon Swirl, die spreekt me in die zin aan de ene kant wel aan de andere kant niet. Dat is natuurlijk een lekkere pompoenkoekachtige geur. Dus dan zou je zeggen, nou, lekker gourmande hupsakee bestellen. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik heb nog genoeg andere pompoengeurtjes hier achter mij staan. En ik merk ook dat pompoen, daar moet ik ook echt zin in hebben. Want soms slaat dat ook echt hier, op een of andere manier hier op mijn hoofd en dan krijg ik een beetje hoofdpijn. Maakt niet uit welk, ja, het maakt een beetje uit welk merk, maar met name hoe zwaar pompoen die is, hoe zwaarder die wordt, hoe vaker ik er hoofdpijn van krijg. Dus ik ben daar dan nu niet super happig op. En die andere twee zijn meer houtgeurtjes. We hebben dus Woodland Weekend Memories en we hebben Afternoon Scrapbooking. En van die twee geuren had ik van allebei ook testertjes gekocht. Ik noem dit testertjes, maar dit zijn gewoon van die wastabletjes. Van Afternoon Scrapbooking had ik er twee gekocht, want dat leek me gelijk al wel, die sprak me het meeste aan. Eigenlijk heb ik er ook al eentje op, zeg maar. En die Woodland Weekend Memories, daar heb ik er dan eentje van gekocht, omdat ik dacht, nou ja, dan probeer ik hem in ieder geval even uit. En die is eigenlijk het zachtste. Het wordt beschreven als een zoete en iets zwaardere kruidige mix, maar ik vind hem niet heel zwaar, eerlijk gezegd. En dat zou dan perfect moeten passen bij je herfstbosavontuur. Ja, die marketing jongens, die maakt er altijd een heel verhaal van. Er staat, geniet van de rijke tonen van zachte amber, herfstfruit en romige kokosmelk. Het is alsof je elke keer dat je deze geur ruikt weer terug bent in dat gezellige bosrijke huisje. Nou, ik zal je zeggen, hij is heel aangenaam, maar hij is niet zwaarkruidig. Hij is inderdaad een beetje houtig. De kokosmelk ruik je in die zin dat hij inderdaad een beetje romig is. Dus hij is zeker niet vervelend. Maar hij mag van mij iets uitgesprokener. Dus ik maak dit met plezier op hoor. Hij is echt wel lekker, maar ik ga daar niet een grote pot van kopen. Want vind ik hem niet onderscheidend genoeg voor. En deze, ik zeg al, die heb ik dus al een heel blokje van opgebrand. En die vind ik het lekkerste van deze nieuwe collectie. Dat zeg ik trouwens zonder die pumpkin swirl nog wat geroken te hebben hoor. Maar ik zeg al, een pompoengeurtje, dat weten we nou wel. Dus ik maak hem nu even open, die tweede. Dus dit is Afternoon Scrapbooking. Ja, die is een heel stuk uitgesproken. Nou, die vond ik ook echt lekker. Dus die eerste die ik al op heb. En hier zeggen ze dan weer van een lichte houtige geur. Terwijl, en bij die andere zijde ze zwaar kruidig. Terwijl ik vind deze veel zwaarder. Hij is echt inderdaad houtachtig. Er zit wat appel doorheen. Een beetje leer zit erbij. Maar dat ruik je niet heel nadrukkelijk, zeg maar. Dus dit is inderdaad een hele herfstige, houtige. En toch, hier moet ik nou echt van aan een hutje denken. Gewoon dat je lekker in zo'n goede kwaliteit boshut, zo'n luxe hut zou zitten. Stel dat je een huisje hebt gehuurd of zo, zo'n vakantiewoning. En het open haard hebt aangedaan. Een beetje dat type houtgeuren allemaal door elkaar heen. Vers oogstfruit, herfstkruiden erbij, weet je, zo. Dus ik vind dit een hele lekkere, houtige geur. Zwaar genoeg, lichte, zoete toon erop. Ik ga hem gelijk weer eventjes smelten, jongens. Ik doe hem altijd even doormidden, gewoon met een keukenmesje. Kijk, clean break. Hij is namelijk, omdat hij rond is, kun je hem niet met de hand breken. Dat is ook allemaal weer heel onhandig, jongens. Ze willen dat je dit hele ding gewoon zo in je smelter doet. Maar dan vind ik het een beetje duur worden. Dus ik doe het er twee keer mee. Dit kost zo rond de 3-4 euro, zo'n wasblokje. Ideaal om het uit te proberen. Dus ik ga dit nu even smelten achter mij. Zo, lekker. Zal mijn huis weer lekker ruiken dadelijk, jongens. Dus Afternoon Scrapbooking kan ik je zeker aanbevelen. Ik vind hem extra leuk, puur voor mezelf. Want ik ben een scrapper, iemand die aan scrapbooking doet. Dus toen ik dit zag, dacht ik gelijk, oh leuk, zou het naar papier ruiken. Maar dat is niet zo. Het ruikt niet naar papier, maar wel inderdaad naar dat lekkere houtige en zo. Ja, het is wel echt heel lekker. Je kunt je inderdaad voorstellen dat je dan een afternoon zit te scrapbooken, zeg maar. Zo is het ook bedoeld, om die sfeer op te roepen. Dus deze kan ik je zeker tippen. Nou, en dan zijn we al aangekomen bij het laatste palet. Ik sluit altijd wel weer graag af met een oogschaduwpalet. En ik wil Danessa Myricks nieuwste uitgave wil ik met jullie doornemen. Ik ben niet per se een Danessa Myricks fan of zo. Ik heb ook helemaal geen paletten van haar, want ik vind haar veel te duur. Dus ik volg haar van een afstand, want ik vind wel dat ze hele mooie paletten uitbrengt. Maar oh, wat zijn ze duur. Maar deze vind ik toch echt wel het vermelden waard. Dit is haar Lightwork Volume 6. Dus wie haar volgt, al die grote paletten van haar, die heten Lightwork. Maar die zien er normaal anders uit. Deze is echt uniek, want wat zij hier nu heeft gedaan, dat vind ik er wel echt heel leuk aan. Je ziet ook aan de indeling van het palet al dat het eigenlijk 3x6 pannetjes zijn. En je ziet daarboven op die deksel zie je ook een soort van inkeping. En dat blijkt dus uitneembaar te zijn. Al die drie die dingen kun je er zo uithalen, zodat je echt kleinere paletten hebt. En dan is dat uitneembare ding wat je boven in die grote deksel zit, is dan de deksel voor zo'n klein palet. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk bedacht. Ik denk dat we weer met z'n allen aan failliet gaan als je dit wil kopen. Maar ik vind dit nou echt wel een heel uniek systeem. En je kunt dan de pannen
randetjes ook nog, die zijn magnetisch. Dus je kunt ook nog helemaal je eigen kleurverhaaltjes maken en dan in zo'n zespandspaletje met zijn eigen dekseltje stoppen. Terwijl je dan de grote deksel ook gewoon nog dicht kan doen, zodat de andere, de schaduwen die je dan even achterhoudt, mooi afgedekt blijven. Ja, ik vind het heel slim bedacht. Mij spreekt dat heel erg aan als concept. Het enige wat mij nog wel nu in ieder geval van op papier tegenhoudt naast de prijs, want volgens mij is dit ook weer €130 of zo. Heel duur. Maar wat mij daarnaast nog tegenhoudt is dat dit alleen maar shimmers zijn. Weliswaar hele mooie, een beetje special shades-achtig. Hè? Zeg maar een beetje Pat McGrath special shades, maar dan alleen maar. Dus oké, dat rechtvaardigt misschien de prijs ook wel weer een beetje. Maar goed, ik heb het nog niet geprobeerd, dus ik durf je niks te zeggen over de kwaliteit. En ja, dan moet ik ook even kritisch naar de kleurtjes kijken natuurlijk. Hè? Stel dat je het overweegt om te kopen, moet je wel weten, ja, heb ik daar dan wat aan? En ik vind er wel heel veel roze ook in zitten. Hè? Dat hele rechterblok is wel heel erg aan de roze kant. Ook veel blauw. Dus ik denk, ja, er had dan van mij wat meer afwisseling toch ingemogen. En links is dan wel weer extreem warm. Zonder dat ik dat nou heel makkelijk zou kunnen combineren. Dus ik denk dat je echt naar de individuele oogschaduwen zal moeten kijken. Als ik ook hier naar die swatches kijk, zitten er toch wel inderdaad heel veel duo en multichromes in. Ja, dus je zult hier toch wel je eigen matten bij mee moeten nemen als je van matte oogschaduwen ook bent. En dat ben ik wel, dus dat vind ik ook een nadeel. Je bent nooit met alleen maar 6 van die kleurtjes, kan ik in ieder geval niet op reis. Ik moet er dan altijd nog een paletje bij hebben, dus dat vind ik dan weer een nadeel. Het is gewoon het idee wat mij triggert, maar ik heb natuurlijk zelf ook genoeg singles om dan, als ik dan toch matten mee moet nemen, ja, dan laat mij maar gewoon met mijn singles een paletje samenstellen met ook een matte erbij. Dan kan ik dit eigenlijk ook wel gewoon heel goed benaderen. Maar ik dacht, ik geef er toch even aandacht aan, omdat ik het wel een heel uniek idee vind, leuk bedacht en ook in de uitvoering goed doordacht. Dus ook zo'n dekseltje dan voor zo'n klein ding en dan weer integreren in die grote deksel. Ja, ik vind dat qua design vind ik dat heel erg leuk en goed gedaan. Goed gedaan. Nou, tot zover dan weer de make-up date, jongens. Ik hoop je een volgende keer weer te zien. Dat is natuurlijk altijd op donderdag om 1:00 PM, zoals te doen gebruikelijk voor mijn kanaal. Vergeet je duimpje omhoog niet, jongens. En abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Gezellig. En dan zie ik je graag volgende week weer met weer iets anders leuks. Tot dan!